Ja, goedemiddag kijkers, welkom bij Auto Siro. Je kunt wel stellen dat wij fan zijn van de Volkswagen T-Roc. Op dit moment hebben we er maar liefst 8 staan. Hier achter mij staat een heel mooi exemplaar met slechts 67.000 kilometer. Gekocht van Leaseplan, vestiging België, heeft daar 1 bereider gehad, is dealer onderhouden. De onderhoudshistorie heb ik al even uitgeprint, gaan we zo even naar kijken. Hiermee kunnen we schadeverleden uitsluiten en natuurlijk de kilometerstand onderbouwen. BPM is betaald, Nederlands kenteken zit erop, dus deze auto zouden we heel snel kunnen leveren. En hij is echt in nieuw staat. Kijk maar eens mee. Bruin metallic. Ik moet zeggen, het staat nog goed. Chique kleur op de auto. Komt ook mooi de chromiumlijsting uit, de dakreling. Je kunt eventueel de ramen nog tinten. Ik denk dat dat hem helemaal afmaakt. Dat kunnen wij voor je regelen. Mooie lichtmetalen velgen, 16 inch, onbeschadigd. Staat goed op de banden rondom. Inspectie gehad in de werkplaats, daar zijn we heel secuur op. Want is er iets niet goed met zo'n auto, dan kunnen we dat verhalen op de leasemaatschappij. De buitenspiegels zijn elektrisch en klapbaar. De bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar. Heeft de middenarmsteun. De veiligheidssystemen zitten erop. Het lederen stuurwiel. 6 versnellingen. Voorzien van airco. De navigatie is reeds vrijgeschakeld. App Connect ook, hè? Dus Apple CarPlay zit er ook op. Dan wordt het scherm van je telefoon getoond op het scherm van de auto. Ideaal met navigeren. Je hoeft dus ook geen navigatie-updates meer te doen. Flitsmeister. En je kunt natuurlijk de muziek streamen vanaf Spotify. 2 beurtjes heeft hij gehad. De laatste bij 63.000 kilometer. Long life service bij Volkswagen. Dus je hebt een interval van 30.000 kilometer, 24 maanden. Kijk, als je 1000 of 15 per jaar rijdt, dan is het dus voldoende om hem eens in de 2 jaar een beurt te geven. En de APK is dan ook 2 jaar geldig, dus ja, dan heb je niet zoveel onderhoudskosten met zo'n auto. Mooie hoge instap, als gezegd. De kofferruimte, eventueel kun je de banken nog plat doen. Mooi diep, er zit veel ruimte in. Verkeerssensoren achterop. Gewoon een mooie degelijke auto. 1.0, 3 cilinder met een turbo. Op papier lijkt dat een lichte motor, maar hij levert 116 pk. Ja, je moet het gewoon eens komen proberen, want het komt echt niks tekort. Ja, en doordat het een lichte motor is, is hij natuurlijk extreem zuinig. Op autosiro.nl vind je meer informatie over ons familiebedrijf. Daar vind je ook de andere T-Rocs, kun je ze vergelijken. Ik nodig je graag uit voor een proefrit. Heb je nou wat in te ruilen, ook dat kan bij ons. Wil je daarvoor liever eerst een voorstel? App of mail even wat foto's van je auto en dan reageren we heel snel. Bedankt voor je tijd en aandacht. Graag tot ziens.